iedereen weet wat zwaartekracht is. We hebben er altijd mee te maken. We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. En we kunnen er dankzij de zwaartekracht lopen, dansen. En we maken er dus iedere dag ook gebruik van. Maar wat is nu precies die zwaartekracht? En wat kan het allemaal? Want in het universum zien we allerlei dingen gebeuren die we niet goed begrijpen als natuurkundigen. En het is maar goed dat niet al die dingen hier ook op aarde werkelijk gebeuren. Als we zouden kunnen meemaken wat de zwaartekracht allemaal toe in staat is, dan zou dat wel eens tot allerlei rampen kunnen leiden. Kijk maar eens naar het volgende filmpje. Wat jullie hier zagen, is dat de aarde wordt opgeslokt door een zwart gat. Dat het ineenstort puur door de zwaartekracht. Dit is een filmpje wat een aantal jaren geleden gemaakt is, omdat men bang was dat zo'n zwart gat gemaakt kon worden bij botsingen van elementaire deeltjes. En nu heb ik al meteen een aantal onderwerpen ingevoerd die ik zal gaan behandelen in dit college. De zwaartekracht, zwarte gaten, elementaire deeltjes, en ik zal het ook hebben over donkere materie, want ik wil uitleggen wat zwaartekracht allemaal betekent in het universum. En dan zien we allerlei dingen gebeuren, zoals ik al zei, die we niet echt goed begrijpen. En er dus is nog van alles te ontdekken over die zwaartekracht. De eerste natuurkundige die echt over de zwaartekracht nadacht en er ook een theorie voor ontwikkelde, was Newton. Wel bekend voor degenen die natuurkunde hebben gehad op de middelbare school, die kennen ook wel zijn zwaartekrachtswet, en die zal ik zo direct laten zien. Het verhaal gaat dat hij op het idee kwam doordat hij een appel zag vallen. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar hij dacht in ieder geval ook na over hoe kanonskogels bijvoorbeeld, hoe die, wat voor baan die maken als je die afschiet, dan weet je dat het weer naar de aarde toe valt. Maar als je nou heel hard schiet, dacht hij, en hij deed een of andere gedachte-experiment, dan kun je zo hard schieten dat de baan van de kogel zo ver weg gaat dat hij eigenlijk de aarde mist en eigenlijk in een baan rond de aarde komt. En toen hij dat zag, dacht hij van nou, dat vallen wat die kogel eigenlijk doet, dat is bijna hetzelfde als wat iets doet wat in een baan rond de aarde gaat. En de maan bijvoorbeeld gaat in een baan rond de aarde. En toen zag hij dus dat het ronddraaien van de maan rond de aarde eigenlijk hetzelfde, door dezelfde kracht veroorzaakt wordt als die zwaartekracht. En natuurlijk planeten die draaien ook rond de zon. En zo kon hij zijn zwaartekrachttheorie ontwikkelen, want men wist vrij precies hoe die planeten rond de zon aan het draaien gingen. En uit de banen van de planeten kon hij dan de zwaartekrachtwet afleiden. En hij kwam erachter dus dat die wet een bepaalde vorm had. En nu laat ik even een formule zien. Ik zal niet te veel formules in dit vergelijkingen in dit college laten zien, maar eentje toch wel. Deze zal ook op de middelbare school in de natuurkunde wel eens behandeld zijn. Dit is de zwaartekrachtwet van Newton. Hier staat de vergelijking die aangeeft hoe de kracht afhangt van de massa's van de objecten. Het is evenredig met de massa zowel van zeg de zon en van de massa van de planeet die eromheen draait. En het is omgekeerd evenredig met de afstand tussen de zon en die planeten. Dat is de zwaartekrachtwet. Nou, deze wet van Newton die werkt heel goed. Die werkt binnen het zonnestelsel. Die kan verklaren hoe die planeten bewegen. We kunnen er ook een raket mee naar de maan sturen. We kunnen er allerlei dingen mee doen. Toch zijn in bepaalde situaties niet altijd is niet de juiste vergelijking. Er zijn situaties waar zwaartekracht weer veel sterker is dan wat wij hier op aarde meemaken of met die planeten. Dat is bijvoorbeeld inderdaad bij zwarte gaten. Nou, om zwarte gaten te begrijpen moeten we naar de volgende natuurkundige en ook een bekende naam. En dat is Einstein. Nou, iedereen kent ook daar één vergelijking, en dit is de laatste vergelijking die ik laat zien, dat is E is mc². En wat die vergelijking ons vertelt, bekend natuurlijk van allerlei t-shirts waar die vergelijking wel eens op staat, is dat de energie, dat is E, equivalent is met een massa. En daar wordt mee bedoeld dat je massa kunt omzetten in energie, of omgekeerd, je kunt energie omzetten in massa. En dat zal ik straks nog een keer gebruiken verderop in dit college. Maar Einstein dacht ook na over de zwaartekracht.
En hij had een soort gedachte-experiment, wordt dat genoemd, waardoor hij ineens inzag van hoe die zwaartekracht zou kunnen werken. Hij dacht na over een persoon in de ruimte zonder enige zwaartekracht. Dus we nemen even, stellen ons voor dat er geen zwaartekracht is, geen planeet in de buurt, maar we zijn gewoon in een soort ruimte, zeg een lift in de lege ruimte, maar die lift versnelt. Dat kan zijn door een raket en dan krijg je een versnelling omhoog. En we weten allemaal dat als een lift omhoog gaat, dan voel je dat je ook zwaarder wordt. En dus door te versnellen met een versnelling G, kun je eigenlijk net die zwaartekracht tevoorschijn laten komen. Een soort kunstmatige zwaartekracht kun je maken door te versnellen. Want als je een voorwerp los zou laten, dan zou het binnen die lift gewoon vallen. En je kunt ook een blok, wat aan een veer hangt, gewoon wegen, net zoals je dat op aarde doet. Dus er is een soort artificiële zwaartekracht als je versnelt. En voor hem dus was dit een inzicht wat hij kon gebruiken om bijvoorbeeld te begrijpen hoe licht zich gedraagt in de aanwezigheid van zwaartekracht. Want Einstein dacht heel veel na over licht, onder andere dus dat licht nooit sneller, een bepaalde snelheid heeft, lichtsnelheid. En ook dat niets sneller kan gaan dan het licht. En dat is een belangrijk gegeven als we ook willen begrijpen wat een zwart gat is. Nou, hoe beschreef Einstein nu die zwaartekracht? Nou, licht over het algemeen gaat in rechte lijnen, in rechte paden. Maar het blijkt dat in een zwaartekrachtsveld licht wel degelijk kan afbuigen. En dat kun je als volgt enigszins voorstellen. Neem de ruimte. En we denken over de ruimte na als zijnde met x en y en z coördinaten, zeg maar hoogte, lengte en breedte. En dat heb ik hier even voorgesteld als twee dimensies. Dus ik heb een van de drie dimensies even vergeten. Want wat ik wil gaan doen is nu laten zien hoe die ruimte zich gaat gedragen als er een massa komt. Nou, stel dit vlak even voor als een soort rubber laken en daar ga ik een gewicht op neerleggen en dan weten we wat er gebeurt. Dat komt een soort kuil in en daardoor gaat dat laken krom, wordt gekromd en dus die ruimte wordt eigenlijk gekromd. Dus een massa kromt de ruimte en wat Einstein inzag was dat daardoor eigenlijk banen van licht, maar ook van planeten, dus niet meer recht zijn, maar ja, bepaalde gesloten banen konden vormen. Dus het beeld van zwaartekracht wat Einstein gaf was dat zeg maar de zon die kromt de ruimte en een planeet draait rond de zon omdat die ruimte gekromd is. Want eigenlijk probeert die planeet gewoon rechtdoor te gaan, maar die ruimte zelf is krom. Of eigenlijk is de ruimte tijd die krom is. En daardoor gaat zo'n planeet in de baan die wij zien. Maar dat heeft dus ook gevolgen voor licht. En licht, zei ik al, gaat meestal in rechte lijnen, maar bij een zwaartekrachtsveld kan dat dus afgebogen worden. En dat heeft belangrijke consequenties. Als je kijkt naar licht in de buurt van een planeet of van een ster, dan gaat het dus met een gebogen pad. En dat betekent dat als je een ster ergens vandaan ziet komen, dan hoeft die daar helemaal niet te zijn. Want het is eigenlijk dat licht wordt afgebogen en dus in de buurt van die planeet. En omdat je zelf altijd ervan uitgaat dat licht een rechte lijn gaat, dus een ster die dan ergens daar staat, die kan ik dan ineens recht voor mij zien. En daardoor kunnen bijvoorbeeld zelfs voorwerpen die achter een ster staan ineens binnen het gezichtsveld komen. En dat is een voorspelling van die theorie van Einstein. En een voorspelling die trouwens uitkomt wanneer je gewoon gaat kijken naar sterren. Bijvoorbeeld bij een zonsverduistering kun je zien dat sterren verplaatst worden die achter de zon staan. Nou, dit heeft ook alles te maken met zwarte gaten. Want bij zwarte gaten is dat afbuigen nog sterker. En kan het zelfs zo zijn dat licht niet meer kan ontsnappen. Dus dat is nu mijn volgende onderwerp. En dus om een zwart gat te begrijpen, moeten we eigenlijk deze theorie van Einstein gebruiken. Dit is een plaatje van een zwart gat. Maar goed, het is niet eentje, we konden geen foto maken. Maar dit is gewoon getekend door een artiest. Maar het geeft een beetje aan wat er allemaal gebeurt bij een zwart gat. Een zwart gat over het algemeen roteert. En het ontstaat doordat een ster opgebrand is en dan uiteindelijk in elkaar klapt. En dat alle materie zo dicht bij elkaar zit, dat de zwaartekracht zo groot is dat zelfs licht niet meer kan ontsnappen. En wat dan gebeurt is dat er een soort denkbeeldige afstand komt, een soort bol rond al die materie die erin zit. En als je daar binnenkomt, kan licht niet meer ontsnappen. En die bol, dat noemen we de horizon. Dus dat plaatje wat je hier ziet, dat donkere oppervlak, dat is de horizon van een zwart gat. En als je daarachter komt, dan kun je niet meer ontsnappen, want je kunt zelf nooit sneller dan het licht. En als licht niet kan ontsnappen, dan kan ook
niemand eruit vandaan komen. Dus een zwart gat is werkelijk het einde van de wereld in een bepaalde manier, want als je daarin komt, kom je er ook niet meer uit. Dus het beginfilmpje was eigenlijk het verdwijnen van de aarde in een zwart gat, want zo'n zwart gat heeft dus een enorm zwaartekrachtsveld, want anders zou het niet licht kunnen vasthouden. Wat ik nu wil laten zien is hoe inderdaad ook licht wordt afgebogen door een zwart gat. Dit is een plaatje van de aarde in de buurt van een zwart gat. En dit zwart gat is tamelijk groot. En de aarde zal er niet invallen, maar die draait eromheen. En wat je dan ziet is het volgende. De aarde draait gewoon rond het zwarte gat, maar omdat wij daarnaar die aarde zitten te kijken met dat zwarte gat in het midden, omdat licht afbuigt door het zwarte gat, zien wij dus een heel ander beeld van wat die aarde aan het doen is. En je ziet dus bijvoorbeeld een soort ring ontstaan, omdat zodra de aarde aan de andere kant is, kunnen we het toch nog zien, omdat het licht als het ware om dat zwarte gat heen buigt en dan zien we de aarde aan de andere kant. Maar dat zwarte in het midden, dat is dus die horizon, en daar kan dus van alles in verdwijnen. Als een zwart gat zich in een hoeveelheid materie, in een gaswolk bevindt, dan zal die alles opslokken en alles zal naar binnen vallen. En uiteindelijk wordt dat zwart gat natuurlijk groter en het wordt zwaarder en het zal nog meer materie in zich opnemen. Nou, in Einstein's theorie kunnen we ook een zwart gat voorstellen. En ik vertelde al een heel klein beetje over hoe Einstein's theorie werkt, in de zin dat de ruimte gekromd wordt. En als je daar dus een massa neerlegt, dat daar een soort kuil in ontstaat. Nou, bij een zwart gat is die kuil enorm diep. En dan krijg je een plaatje dat er zo uitziet. Dus hier is dat die kuil ontstaan door zo'n massa aanwezig in de ruimte. Maar dat loopt alleen maar door. Zeg maar oneindig diep door. En wat verder hier aangegeven is dat lichtsignalen, die kun je over het algemeen alle kanten opzenden. Als ik een lichtflits uitzend, dan gaat het alle kanten op en dan kun je dat overal zien. Maar bij een zwart gat gebeurt dat niet, omdat er dan een horizon is. En als je op die horizon of daarbinnen het licht zou uitzenden, dan gaat het alleen maar naar binnen toe. Het kan alleen maar naar binnen lopen en niet meer naar buiten. En je kunt het een beetje voorstellen om na te denken over een stroom die naar binnen gaat met een bepaalde snelheid. En er is een soort model, en dat is het volgende plaatje, waarbij je nadenkt over een rivier die aan het stromen is met een bepaalde snelheid. En die snelheid neemt steeds meer toe naarmate je dichter bij die waterval komt. Maar die vissen die kunnen alleen maar zwemmen met een bepaalde snelheid. En zeg maar, ze kunnen met de lichtsnelheid zwemmen, dat is heel snel natuurlijk voor een vis. Maar als het water sneller gaat stromen dan de snelheid van die vissen, dan kunnen ze nog zo hard proberen te ontsnappen. Maar dan is er één moment waarop ze eigenlijk niet meer naar buiten kunnen komen. Dat is wat hier het point of no return wordt genoemd. Die vissen merken zelf eigenlijk niets, want die zien gewoon dat water stromen. Maar op dat moment weten ze gewoon dat ze eigenlijk net meegesleurd worden met het water naar binnen. Nou, dit is een analogon met water, maar met licht en met een zwart gat gebeurt dus hetzelfde. En dan krijg je een soortgelijk plaatje. Die horizon is dan zo'n denkbeeldig oppervlak. En licht wat daar in de buurt komt, dat zal alleen maar naar binnen worden gezogen. En uiteindelijk in het centrum van dat zwarte gat vallen op een soort singulier punt. Dat noemen wij de singulariteit van een zwart gat. Dat is werkelijk waar de zwaartekracht oneindig sterk wordt. Oh ja, dit is even het plaatje. Als je nou inderdaad zelf in je badtub, in je badkuip merkt dat het water ineens sneller gaat stromen dan het licht, dan kun je er beter uitstappen, want dan heb je een zwart gat in je water gekregen. Maar goed, dit is een soort van model wat je moet hebben. Het is eigenlijk gewoon toch een soort put waar alles in wegstroomt. Nou, zwaartekracht komt dus voor op allerlei schalen in het universum. En nou wil ik jullie een beetje duidelijk maken waar zwaartekracht nou wel begrepen wordt en wat we eigenlijk niet begrijpen. Maar daarmee wil ik ook meteen wat gaan vertellen over hoe groot dat universum nu is. Nou, hier weten we ongeveer een maat. Ik kan hier naar ongeveer 10 meter verder hier in die tent wel kijken. Achterin zie ik niet zoveel, want het is een beetje donker. Maar nu ga ik alles groter maken met een bepaalde factor. En om het een beetje snel te laten gaan, heb ik een factor 1000 gekozen. Dus ik ga nu alles 1000 keer groter maken. Dus deze afstand die je nu hier ziet, dat is een afstand van ongeveer 10 kilometer, zeg maar van hier naar Biddinghuizen. 10 keer zo groot is dus 10.000 kilometer en dan kom je ongeveer uit bij de grootte van de aarde. Nou, daar begrijpen we ook al vrij goed wat die zwaartekracht doet.
De zwaartekrachtwet van Newton die geldt daar. En we weten hoe satellieten rond de aarde bewegen. Dus zwaartekracht begrijpen we hier redelijk goed. Ook omdat het zwaartekracht niet zo heel sterk is. Dan ga ik nog een factor 1000 groter. En dan kom je dus uit op 10. Nou, ik heb dus de 10.000 heb ik geschreven als 10 tot de vierde. Dat betekent dus een 1 met 4 nullen. En 1000 keer groter is 10 tot de zevende. Nou, dan hebben we eigenlijk precies die afstand van de aarde tot de maan genomen. En dus als ik kijk naar de aarde vanaf 10 tot de zevende kilometer, zie ik die maan rond de aarde ook bewegen. Nou, de volgende stap, die is dan nog een keer 1000 keer groter. En dan komen we uit bij dat zonnestelsel. En dan kun je dus planeten zien rond de zon aan draaien. En nogmaals, Newton heeft eigenlijk heel goed beschreven wat daar allemaal gebeurt. De volgende stap begint echt pas groot te worden. Want dan gaan we dus echt naar 10 tot de 13e kilometer. Dat is een enorme grote maat, want dat is een 1 met 13 nullen. En daarmee gaan we ook andere eenheden op een gegeven moment invoeren. Want een van de dingen die afstanden bijzonder maken, is ook dat licht er een bepaalde tijd over doet. Want licht heeft een bepaalde snelheid. En na een bepaalde tijd heeft licht dus alleen maar een bepaalde afstand afgelegd. Dus als ik nu nog een keer 1000 keer verder ga, dan kom ik uit bij een afstand van 10 tot de 13e kilometer. En dan kan ik de zon ergens heel ver weg zien als een klein sterretje. Maar licht doet er dan na 1/10 jaar over. Dus iets meer dan een maand. En dat noemen we een lichtjaar. Dat is dus eigenlijk niet een tijd, maar is een afstand. En nu ga ik dus afstanden uitleggen in termen van lichtjaren. En laat ik u zien wat er dan gebeurt als je naar die afstanden kijkt. Allereerst, zwaartekracht werkt nog steeds op deze afstand, want als je sterren zo ver uit elkaar legt, dan zullen ze elkaar nog steeds beïnvloeden. Dus dit is nog een keer 10.000 keer groter, 100 lichtjaar, en dan zie je dus honderden sterren. En de zon is één van die sterren. En je weet niet precies welke ster het is, maar dit zijn allemaal sterren die in de buurt zijn eigenlijk nog van ons eigen melkweg en eigen zonnestelsel. Want als we nu nog groter gaan, en dan gaan we dus naar 10 tot de vijfde lichtjaar, ja, dan komen we uit bij de grootte van de melkweg. En hier zijn nog wat bijzondere dingen te zeggen. Wij zijn eigenlijk onderdeel van dit melkwegstelsel. Op een donkere nacht kun je dit zelfs zien aan de hemel. Ja, niet precies zoals het hier op het plaatje staat, maar je ziet wel een band van allerlei sterren die behoren bij de melkweg. En in het centrum van die melkweg, daar zit bijvoorbeeld een zwart gat. Daar zit zoveel massa, dus de meeste massa van een melkweg zit in het midden. En de zon zit ongeveer op 3/4 aan de buitenkant. We zitten eigenlijk enigszins aan de buitenkant van zo'n melkweg. En die melkweg, die melkwegstelsel eigenlijk, die draait met een bepaalde snelheid. Net zoals eigenlijk dus planeten rond de zon draaien, draaien ook sterren rond het centrum van zo'n melkweg. Nou, dit is eigenlijk een van de punten waar we eigenlijk de zwaartekracht niet goed begrijpen. Want het blijkt dat als we kijken naar de snelheid van die sterren rond dat midden van dat sterrenstelsel, dan kunnen we dat niet verklaren met die wet van Newton. En ook de vergelijkingen van Einstein zouden ons niet kunnen vertellen wat eigenlijk precies de gedrag is van zo'n melkwegstelsel, hoe dat ronddraait. En dat is een wonder. En zoals ik straks zal laten zien, dan zal er dus een oplossing gevonden moeten worden waarom eigenlijk zo'n melkwegstelsel op die manier draait. En zoals duidelijk zal worden, heeft dat te maken met die donkere materie. Ik ga nog één stap even nu maken. Dus nu ga ik nog een keer, 1000 keer verder kijken. En dan begin je dus heel veel van dit soort melkwegstelsels te zien. Ons melkwegstelsel is niet het enige melkwegstelsel in het heelal. Er zijn er veel meer. En hier heb je dus een groep van melkwegstelsels bij elkaar. En dit is een opname die gemaakt is door een telescoop, de Hubble-telescoop. En die kan precies dus al die melkwegstelsels aan het heelal zien. En ook hier werkt zwaartekracht. En je kunt die melkwegstelsels zien dat ze eigenlijk elkaar ook aantrekken. En dat is ook waarom die groepen ontstaan. Dat wordt een cluster genoemd van melkwegstelsels. Als je goed kijkt naar het plaatje zie je verder nog iets bijzonders. Je ziet wat van die ringen. Een beetje van die vervormde beelden. En dat heb ik bewust even gekozen zo. Omdat het nog iets duidelijk maakt. Wat hier namelijk gebeurt, is dat het licht van die melkwegstelsels weer is afgebogen. Het is net alsof er iets tussen het beeld van die melkwegstelsels zit en de camera. En dat klopt inderdaad. Er kan iets tussen zitten en dan heb je weer die lenswerking van die zwaartekracht.
En dat moet je als volgt voorstellen. Dus hier hebben we dat plaatje. En dat is dus een opname van een groep van melkwegstelsels. Maar er zit iets tussen, een grote massa. En dan ineens gaat weer die lichtstralen daaromheen. En dan zie je dus licht van verschillende kanten komen. Die eigenlijk iets weergeven wat achter die massa staat. En op die manier kunnen we zelfs bepalen dat er voor dat die melkwegstelsels een hoeveelheid massa staat. En dus door te kijken naar afbuiging van licht, die lenswerking van de zwaartekracht, kunnen we massa's meten. En dat is nou een mooie manier om die massa te meten die we eigenlijk niet kunnen zien. Want het enige wat we nu zien in het universum is alles wat licht geeft. Sterren geven licht, sterrenstelsels geven licht. Maar er is ook materie in het universum, een ander type materie, wat geen licht kan uitzenden. En het enige wat we daarvan kunnen merken is de zwaartekracht. Maar die materie, die wordt donkere materie genoemd. En het is een mysterie. Een van de belangrijkste grote vragen in ons natuurkunde is eigenlijk, wat is nou precies die donkere materie? Nou, hiervan laat ik nu een plaatje zien van hoe men donkere materie meet. Je kijkt naar heel veel melkwegstelsels. Dit zijn ook twee groepen van melkwegstelsels. En er gebeurt iets heel bijzonders hier, namelijk hier, die twee groepen die botsen met elkaar. Dus er zijn enorme grote afstanden, die ik al verteld heb. Grote melkwegstelsels die met elkaar aan het botsen zijn. Binnen zo'n stelsel van melkwegstelsels zit ook heel veel gas. Ik bedoel, het is niet alleen maar lege ruimte, maar er zijn ook allerlei gassen die wij kunnen zien. Door licht, maar ook door ander soort straling. En dus we kunnen zien waar al dat gas aanwezig is. En wat ze hier hebben aangegeven is in het rood, waar het gas is dat we begrijpen dat er is. En dat zijn dus gewone materie die wij kennen. Zoals protonen of allerlei deeltjes die wij normaal tegen kunnen komen. Maar dat blauwe is ook een soort massa, omdat we kunnen zien dat daar het licht wordt afgebogen. Dus hier maken we gebruik van dat afbuigen van het licht om te meten waar die donkere materie dan is. Dus nu hebben we donkere materie zichtbaar gemaakt door dat blauw te kleuren, maar we zien het dus eigenlijk niet. En het blijkt dat als je kijkt naar alle materie in het universum, dat we alleen maar 1/6 ervan ongeveer begrijpen. Als zijnde gewoon materie zoals we dat kennen, waar alles van gemaakt is hier op aarde. Protonen, neutronen, de soort van deeltjes die wij kennen. Maar er zijn dus 6 keer zoveel objecten of deeltjes of dingen die massa dragen in het universum, waarvan we niet weten wat het is. Omdat we alleen maar zien dat er een zwaartekrachtwerking van is. Nou, eigenlijk is dit een teken dat we iets niet goed begrijpen over die zwaartekracht. En voor mij is dit ook een van de motivaties om na te denken over of we die theorie van Einstein toch niet eens een keer ook op een andere manier moeten gaan bekijken. En er zijn ook andere theorieën mogelijk die Einstein's theorie weer verder uitbreiden. Volgende geef ik nog een keer een plaatje van hoe dat bij een melkwegstelsel werkt. Want ik noemde al dat een melkwegstelsel een probleem heeft, namelijk dat het draait. Maar we kunnen niet begrijpen op welke snelheid het draait. Het draait eigenlijk sneller dan dat we zouden verwachten puur op de wet van Newton. Maar de verklaring die men probeert te geven is dat men zegt, zo'n melkwegstelsel is eigenlijk ingebed, is in het midden van een grote wolk, een halo wordt dat genoemd, van donkere materie. Dus het melkwegstelsel zelf is maar een klein onderdeel van een veel grotere hoeveelheid massa. En het meeste daarvan is donkere materie die er als een soort bol omheen zit. En dat melkweg, dat stelsel zit er maar voor een deel in dat midden te draaien. En op die manier kunnen we begrijpen, of in ieder geval verklaren, wat dan die snelheden zijn. Maar wat we dan hebben moeten doen, is dus extra materie aannemen dat die er is. Materie die we dus niet weten waar dat uit bestaat. En nu ga ik inderdaad toe naar wat we weten over materie. Nog één laatste plaatje over het universum. Ik ga nog één stap groter maken. Namelijk nog een keer 1000 keer. En dan komen we echt naar de rand van het universum. Dat is 10 tot de 11e lichtjaar. En hier zien we dit soort structuren. Dus je ziet niet meer melkwegstelsels apart, maar we zien een soort netwerk van massa. En dit netwerk bestaat eigenlijk alleen maar uit die donkere materie. Dat donkere materie vormt een soort netwerk met lijnvormige objecten. En dan op de snijpunten daarvan, daar kunnen we dan melkwegstelsels herkennen.
En die zijn dus eigenlijk gevangen in dat net van donkere materie. Eén ding moet ik trouwens zeggen, als wij kijken naar dingen die heel ver weg zijn, juist omdat lichtsnelheid eindig is, weten we dat we eigenlijk ook terug zijn aan het kijken in de tijd. Namelijk, als we iets zien heel ver weg, dan heeft het licht er heel lang over gedaan voordat het bij ons komt. En als wij dus iets zouden willen bekijken wat 10 tot de 11e lichtjaar weg is, betekent dat 10 tot de 11e jaar erover zou doen om naar ons te komen. Nou, eigenlijk kunnen we niet eens zo ver kijken, want het universum, als men nu gaat rekenen, is 13 miljard jaar oud. En dat is minder dan 10 tot de 11e. Dus je moet het eigenlijk zo zien, als we verder gaan kijken vanuit met een telescoop in het universum, dan zijn we tegelijk terug aan het kijken in de tijd. En op een gegeven moment kunnen we niet meer verder kijken. Want dan gaan we te vroeg in het heelal kijken en dan is zelfs het heelal niet eens meer doorzichtig, want dan kan licht niet eens meer er doorheen gaan. En op een gegeven moment zouden we moeten uitkomen bij wat men gelooft is de Big Bang. Ik moet zeggen, de Big Bang is een theorie die eigenlijk probeert te verklaren waar het hele heelal vandaan komt. Maar eigenlijk weten we niet heel goed wat daar gebeurd is en we weten eigenlijk niet eens zeker of dit allemaal precies gebeurd is zoals we dat nu op dit moment proberen te beschrijven. Nou, om antwoorden te vinden op die vragen van wat is nu het begin van het universum en wat is nu die deeltjes, die donkere materiedeeltjes, daarvoor willen we eigenlijk ook beter begrijpen wat materie is. En om dat te doen heeft men experimenten uitgevoerd, of is men aan het uitvoeren, juist om die materie beter te bestuderen. Dan gaan we dus niet kijken naar hele grote dingen, maar juist naar hele kleine dingen. Dus wat ik nu ga doen is eigenlijk de andere kant op gaan. Nu ga ik dus niet de stappen groter maken, maar de stappen kleiner maken. En ik zag trouwens bij de voordracht van Albert van den Berg dat hij ook een dergelijke manier probeerde duidelijk te maken wat nanometers zijn. En dan ga ik dus eigenlijk een soortgelijk filmpje, of in ieder geval plaatjes laten zien. Maar we gaan nog een aantal stappen verder, want we gaan eigenlijk nog kleiner dan nanometers. En ik begin bij die appel. En die is ongeveer 10 millimeter, of 100 millimeter, dus zeg maar 10 centimeter. En dat kunnen we ons nogmaals weer voorstellen. En ik ga weer stappen van 1000 maken. En als het 1000 keer zo klein is, dan zijn we op 1/10 millimeter. Nou, als ik opzoek wat ongeveer 1/10 millimeter is, dan is dat bijvoorbeeld een cel. En dit is de grootste cel van het menselijk lichaam, het is de eicel. En die is inderdaad ongeveer 1/10 millimeter. Nou, dat kunnen we ons wel voorstellen, dat zou je eigenlijk zelfs nog wel met blote ogen kunnen zien. Als ik nog een keer 1000 keer kleiner ga, dan krijg je een virus. En dat ziet er zo uit. En trouwens, zo'n virus zou je niet kunnen zien. Niet met het blote oog, maar ook niet met licht. En de reden is dat een virus een afstand, een grootte heeft die ongeveer net zo groot is als de golflengte van licht. De golflengte van licht is een aantal nanometers, of 100 nanometers. En dit is precies inderdaad 100 nanometer. Dus er is eigenlijk gewoon, met licht zou je dat niet kunnen zien. Maar je kunt wel op andere manieren op kleine afstanden kijken. Je kunt bijvoorbeeld een elektronenmicroscoop gebruiken. Of, dat werd ook al genoemd in de vorige lezing, een scanning tunneling microscoop. Dat zijn manieren om gebruikmakend van deeltjes die je versnelt, of van eigenschappen van elektronen, om toch nog op kortere afstand te kunnen kijken. Nou, waar ik geïnteresseerd in ben, is nog kleinere afstanden. Namelijk materiedeeltjes, de kleinste deeltjes. Nou ja, we beginnen eerst naar atomen. Dat is inderdaad, als ik nog een keer kleiner ga, dan komen we op 10 tot de min 7e millimeter. Trouwens, dat is dus 10 tot de min 10e meter. En dit noemen wij 1 angstrom. En dat is ongeveer waar een atoom zich op bevindt. Ik heb dit plaatje een beetje bewust wat wazig voorgesteld, omdat hier zie je een atoom als een soort kern waarbij elektronen omheen bewegen, alsof het een soort planetenstelsel is. Nou, dat beeld is eigenlijk helemaal fout. Op deze schaal werken de wetten van de kwantummechanica. En kwantummechanica zegt dat deeltjes niet eens meer puntvormig hoeven te zijn, of niet eens meer precies de plaatsen hoeven te hebben niet een welgedefinieerde plaats hebben. Het zijn meer iets van golven en er zit een onzekerheid in de posities en de plaats. Nou, ik ga niet heel veel uitleggen over kwantummechanica, maar het is wel even belangrijk om te weten dat we op die schaal dus niet dingen gewoon kunnen voorstellen als gebruikelijke objecten die wij in ons dagelijks leven zien. De atomaire schaal is een hele wonderlijke schaal waar de kwantummechanica een rol speelt. Eén stap kleiner nog. Dan zijn we bij de kern en daar beginnen we inderdaad die elementaire deeltjes te zien waar ik het over had. Of ja, nog niet helemaal. Dit zijn
de protonen en de neutronen. Dus een kern bestaat uit gebonden protonen en neutronen bij elkaar. Protonen zijn positief geladen en neutronen zijn neutraal. En toch zitten ze bij elkaar in die kern, een heel klein object eigenlijk in het midden van zo'n atoom. Want dit is dus nog een keer, het is eigenlijk zelfs meer dan 1000 keer kleiner. Een atoom is ongeveer 1 angstrom en dit is 10 tot de min 5e angstrom. Als je 1 proton zou nemen, is dat de afstand ongeveer de maat van een proton. Dus dit zou je helemaal niet meer kunnen zien met licht, maar toch kunnen we hier dingen over te weten komen. En dat doen we dus door deeltjes te gebruiken die met hele hoge energie erop te laten botsen. Dan maak je die dingen stuk en dan kun je toch nog erin kijken wat er dan in zo'n proton bijvoorbeeld gebeurt, of in een neutron. En dit is waar die experimenten worden gedaan, waarbij met hele hoge energie dingen op elkaar afstuurt. Trouwens, de kracht die zo'n kern bij elkaar houdt, is niet de zwaartekracht. Ik bedoel, die protonen, zei ik al, die zijn positief geladen. Die willen eigenlijk uit elkaar vliegen. Dus je hebt een andere kracht nodig om eigenlijk te verklaren waarom die protonen dicht bij elkaar blijven. En dus die andere krachten, dus de elektrische kracht is er één van. Dat is een kracht die juist afstotend zou werken op die protonen. Maar er is ook een aantrekkende kracht die zorgt dat die deeltjes in die kern bij elkaar blijven. Nou, die protonen en neutronen bestaan nog weer uit kleinere deeltjes. Dat is de volgende wat ik wil laten zien. Een proton en ook een neutron bestaan uit quarks. Er zijn 3 kleine deeltjes, die quarks worden genoemd, die weer bij elkaar worden gehouden als binnen zo'n proton of een neutron, door weer een kracht die zorgt dat die quarks daar niet uit kunnen. En daar moet je een hele sterke kracht voor hebben, want die quarks kunnen we niet eens loskrijgen uit zo'n proton of een neutron. En die krachten willen we juist begrijpen. Nou, hoe doe je dat? Je gaat dus botsingen maken tussen deeltjes met hele hoge energieën. En in Genève, daar heeft men een versneller gebouwd. En dat is CERN. En dat is waar men deeltjes op elkaar laat schieten. Schiet met hele hoge energieën. Men gebruikt zelfs protonen. En dat filmpje wat ik trouwens aan het begin liet zien, dat was een filmpje wat begon eigenlijk in Genève. In ieder geval waar men juist bang was dat in deze machine, dat heette de Large Hadron Collider, waar men probeert die deeltjes te bestuderen, dat daar eens dat ongeluk zou gebeuren met dat zwarte gat. Want het is waar dat als je de energie steeds groter maakt, E is mc kwadraat, dat betekent dus ook dat je dingen, zwaardere dingen kan maken. Het wonderlijke is namelijk als je die protonen op elkaar afstuurt met hoge energieën, dat je deeltjes kunt maken die zwaarder zijn nog dan die protonen. En je kunt dus nog op kleinere schaal gaan zitten kijken dan die quarks. Je kunt zelfs binnen die quarks gaan kijken, wat in ieder geval, quarks zijn elementaire deeltjes, maar je kunt op nog kleinere schaal gaan kijken en nog hogere energieën. Wat er gebeurt als de 2 protonen op elkaar botsen, is dat er heel veel andere deeltjes geproduceerd worden, juist omdat die energie wordt omgezet in massa, en dat zijn allerlei weer nieuwe deeltjes. En dan krijg je een dergelijk botsing, een event, wordt het ook genoemd. En dit is een plaatje van wat ongeveer dat eruit zou moeten zien. 2 deeltjes botsen op elkaar en al die deeltjes gaan allerlei kanten op. En dan moet je dan maar proberen iets uit wijs te worden. Van wat zijn al die deeltjes die erin zitten. Wat men heeft gedaan is daar dus een apparaat omheen gebouwd, een detector, die gewoon kan zien welke deeltjes daar allemaal uitkomen. En die kan precies bepalen welke lading en welke richting en snelheid die deeltjes hebben. En dit is zo'n onderdeel van zo'n detector, waarbij je dat doet. En het is vreselijk groot en ook vreselijk zwaar. En dus onder de grond, die versneller staat dus onder de grond in een grote cirkel, wel 30 kilometer in doorsnede. Dus als ik het plaatje heel even terughaal, deze plaatje. Dus die cirkel die daar tekent is, dat is de grootte van versneller. Daar gebeurt het allemaal in, maar er is dan op één plaats, op bepaalde plaatsen laat men dus die deeltjes botsen. En dan ga ik even voor terug naar die volgende. Dit is waar dat dan binnen gebeurt en hoe je dan die banen kan bepalen. Nou, wat men dan vindt is dat die materie bestaat uit quarks inderdaad en dat er krachten zijn. En men heeft op die manier een model gemaakt van alle deeltjes die wij kennen in het, wij spreken in het universum. Dit wat heet het standaardmodel van elementaire deeltjes. Dat zijn quarks die ik al noemde. Maar het zijn ook deeltjes die lijken op het elektron, dat worden de leptonen genoemd. En verder zijn er 3 krachten, de elektrische kracht en er zijn krachten die deeltjes bij elkaar houden binnen de kern.
Hier is nog één deeltje trouwens wat ik vergeten ben. Dat is het Higgs-deeltje. En degene die van jullie een beetje de krant heeft gevolgd, heeft wel gezien dat dat ondanks waarschijnlijk ontdekt is geweest op CERN. Maar er zijn dus inderdaad ook krachten die we beter willen begrijpen. En die krachten die hebben dus te maken met hoe die deeltjes bij elkaar blijven in zo'n atoomkern. En dat is de volgende stap eigenlijk. Er zijn vier krachten die wij fundamentele krachten noemen. De elektrische kracht die ladingen laat afstoten of aantrekken. En dan zijn die twee krachten. Eén kracht die precies verantwoordelijk is voor het bij elkaar houden van die protonen en die neutronen in zo'n atoomkern. Dat wordt de sterke kernkracht genoemd. En dan is er ook nog een kracht, dat heet de zwakke kernkracht. En dat is de kracht die verantwoordelijk is voor radioactief verval. Nou, mijn lezing gaat over zwaartekracht. En zwaartekracht is eigenlijk niet eens zo belangrijk voor die elementaire deeltjes. Behalve als de energie wel heel hoog wordt. Want dan is het inderdaad mogelijk dat dingen kunnen gebeuren die ineens wel die zwaartekracht zullen voelen. En daar gaat dus dan ook dat verhaal over die zwarte gaten over. Maar we willen eigenlijk ook begrijpen waarom zwaartekracht uiteindelijk anders is dan die andere krachten. En dat blijkt ook zo te zijn. We kunnen eigenlijk niet goed die kwantummechanica en die zwaartekracht bij elkaar brengen. En dat is de theorie eigenlijk waar ik zelf aan ga werken. En hier kom ik een beetje aan het einde van mijn verhaal, want ik wil niet eens al te veel hierover gaan vertellen. Er is een nieuwe theorie die eigenlijk ook dingen probeert te begrijpen over die zwaartekracht. Het heet de snaartheorie. Maar die wordt eigenlijk al best wel een tijdje lang bestudeerd. Maar daar is het idee dat alle deeltjes niet echt puntdeeltjes zijn, maar eigenlijk een soort trillende snaartjes. En dat je daaruit dan kunt begrijpen wat al die krachten zijn. Nou, ik zei al, hier begint een beetje het einde van het verhaal te komen. Als jullie meer willen weten over elementaire deeltjes, zwaartekracht, kwantummechanica en al die dingen. Ik ga binnenkort een website openen waarbij al die dingen worden uitgelegd. Het heet quantumuniverse.nl. En als je daar een keer naartoe gaat, dat zal het al binnen een maand of twee maanden gebeuren, dan kun je al die dingen lezen over die snaartheorie, over zwarte gaten, over zwaartekracht. Ik wil tot slot eigenlijk gewoon iets vertellen over wat er gebeurd is binnen die versneller. Want dat is eigenlijk dus waar dat eerste filmpje ook verder over ging. Men was bang van als je daar nu zo harde botsingen maakt, dat de energie die je dan bij elkaar brengt, ineens toch zoveel zwaartekracht bij elkaar brengt, dat ook daar een zwart gat kan ontstaan. En dit is dan een soort plaatje van hoe zo'n zwart gat binnen zo'n detector zou kunnen ontstaan. Nou, dit is eigenlijk, lijkt een soort fantasie. Je zou eigenlijk best wel bang moeten zijn dat het zou moeten gebeuren. Nou, het blijkt helemaal niet zo eng te zijn eigenlijk. Je kunt zo'n zwart gat, als dat gevonden wordt, dat zouden ze niet meteen vertellen. Als ze dat vinden, dan houden ze dat een tijdje geheim. Maar nou heb ik hier een verrassing. Ik heb hier iemand die werkt, Maria, die werkt hier op CERN. Maria, did you bring the black hole? The black hole to Biddinghuis, because, well, anyhow, I'm happy if you didn't, because anyhow, look what happens. There we go. All right. Dit zou kunnen gebeuren, dus als je hier een zwart gat zou hebben, dat dan ineens op de aarde valt. En dan gaat de zwaartekracht zo sterk worden dat alles verdwijnt. Nou, jullie hebben de film al gezien, maar dit is voor mij het laatste filmpje. En als dat zou gebeuren, dan is het ook meteen het einde.